Daar waar veel supermarkten de eieren uit de schappen halen, verkopen de meeste poeliers ze nog wel. En ook de kip ligt overal nog in ruime mate uitgestald. De meeste consumenten vinden de onderzoeken naar fipronil in kippenvlees overdreven en zien geen grote risico's. Ja, soms heb ik een beetje het idee dat het wat overtrokken wordt, dat er te veel aandacht aan geschonken wordt. Het waren eerst de varkens en nu de kippen en over een paar maanden zijn het misschien weer de koeien, ik weet het niet. Een professor uit Wageningen die zegt je kunt dat, hoe heet dat, gif, wat dan zogenaamd, kun je puur drinken, dan ga je er nog niet aan door. Dus het is sterk overtrokken. Deze poelier in Westervoort zegt nog niets te merken van een dalende verkoop van kip. Al wordt er volgens hem wel veel over gesproken. De angst neemt toe en ook de onduidelijkheid. Zo. Oké. Dank je wel. Alsjeblieft. En nog een fijne dag verder. Ja, er is wel verwarring. Omdat het zoveel in het nieuws is en veel mensen geven ook aan dat ze het opgeblazen vinden. En mensen zijn toch wel een beetje bang geworden ook. Ja, ik vind dat er te veel informatie gegeven wordt wat niet altijd strookt met elkaar. Je hoort bijvoorbeeld op de ene zender hoor je van je moet het absoluut niet eten. Terwijl op een andere zender een goede uitleg wordt gegeven waardoor je het wel kunt eten. Dus ik vind het wel verwarrend.